Ja, we kregen vanmiddag rond een uur of vier een melding dat een man hier buurtbewoners had bedreigd. Nou, toen de agenten hier ter plaatse kwamen, was de man inmiddels zijn woning binnengevlucht. Na overleg werd besloten om hem toch te arresteren. Toen agenten de woning binnengingen, bleek de verdachte zich inmiddels op zolder verschanst te hebben. Nou, er is overleg gevoerd met de officier van justitie en die besloot samen met de korpsleiding om het arrestatieteam in te zetten. Nou, dat is vanavond ook gebeurd. Het arrestatieteam heeft samen met de brandweer een gat gemaakt in het dak van die woning. En op die manier de man kunnen arresteren die zich daar op die zolderkamer verschanst had.